Chris, vorige keer hebben we het al gehad over het importeren van auto's en jij zou ons nog wat vertellen over het rendement. Je moet denken hoe duurder de auto is, hoe jonger de auto is, hoe meer het scheelt. En dan kan het bij Porsches, Range Rovers oplopen tot 25.000, 30.000 euro. Zomaar. Maar ook de auto's in de wat gangbare prijsklasses, tot met 35.000, 40.000 euro, praat je al gauw van een voordeel van tussen de 5.000 en de 7.500 euro. En daar heb ik er al aan verdiend. En dan nog misschien andere manieren om rendement uit auto's te kunnen halen? Echt rendement zit eigenlijk in investmentauto's. Een investmentauto is een auto die vroeger in kleine getalen gebouwd zijn. En die door hun vorige eigenaars als kostbaar bezit heel goed onderhouden zijn. En die dan nu op de markt zijn. En doordat de vraag groter is dan het aanbod, zie je gewoon op dit moment ieder jaar de prijs een beetje stijgen. Waardoor ik sommige types kan zeggen, nou, stop daar je geld maar in. Dan ga je ieder jaar heb je er een leuk rendement van. Ja, want stel je voor je wilt een investmentcar gaan aanschaffen. Waar moet je dan op letten? Wat is belangrijk? Ja, echt absoluut. Hoe origineel is de auto? Ik heb van mening, als je echt een auto gaat kopen om te zeggen van nou, daar ga ik, wil ik, die moet zorgen dat die rendement gekomen. Er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten. Dat is dan, hoe origineel is de auto? Dat bedoel ik, is die auto gerestaureerd? Is die auto gespoten? Hoeveel is er dan gemaakt? Klopt de nummers? Dat is heel belangrijk in onze handel. Matching nummers noemen ze dat. Is het chassisnummer, hoort dat bij de motornummer? Waar staat die en hoe is het ermee omgegaan? En wat is de vraagprijs van de mensen? Want mensen kunnen wel denken, goh, we gaan heel hoog in de boom. En als je hem dan te duur gaat kopen, dan kan je nog geen rendement maken. Dus je moet daar wel goed op gaan letten. Koop iets wat je leuk vindt. Gaat die stijgen? Hey, is het mooi meegenomen? Blijft die hetzelfde staan? Dan heb je wel iets te geks om mee te rijden. Nou Chris, dankjewel weer voor de leuke rondleiding. Waar gaan we het nou volgende keer over hebben? Ja, dan gaan we het hebben over jouw antwoord op jouw vraag. Van wat zou ik zakelijk willen rijden en wat zou ik zelf privé willen rijden? Nou. En daar verheug ik wel een beetje op. Klinkt goed, ben benieuwd.